Welkom bij Kijk op Rijnmond. Het zal je maar gebeuren. Door een grote brand ben je van het ene op het andere moment alles kwijt. Het gebeurde gisteravond een loodseigenaar in Bleiswijk. En niet alleen hij is zijn spullen kwijt. Er waren ook mensen die hadden hun caravan daar gestald. Of een mooie auto of een motor. Het vuur was bijzonder heftig. Buurman ja. Toon van Dijk, dat heeft u gemerkt. Ja, nee, ik heb eigenlijk zelden of nooit zo'n grote brand gezien en wat zo hard ging. Dat het echt binnen 10 minuten, een kwartier, dat je echt alles naar beneden ziet storten. Ja, en dan is het gigantisch. Dan is het alleen maar blij dat de beesten eruit zijn. En de familie is helemaal goed. Ja, toen ben ik naar de buren toegegaan. En ja, toen hebben de kinderen opgehaald van de buren. De buurvrouw zelf, die was natuurlijk helemaal in paniek. Nou, die heeft bij mij op de bank een poos gezeten. Met de EHBO erbij. Dat ze er weer een beetje bij was. De overburen, die hebben dus ook paarden. Die hebben dus die paarden gelijk opgevangen. Ik heb 2 boksen. En die heb ik leeggemaakt. Ze waren wel leeg, maar stonden vol met rommel, hooi en kasten en zo. En hebben ze paarden eerst in de bak gedaan. En toen binnengezet. En het is perfect gegaan vannacht. We zijn rustig en staan nu lekker buiten. En wachten we af wat er voor de rest moet gaan gebeuren. Ja, kippenvel. Het is onwerkelijk en vreselijk. Geen woorden voor. Het enige wat je doet is elkaar helpen. Ja, knuffelen. En ja, gewoon helpen, klaarstaan voor de. En meer kan je ook niet. Er is verder niks van gebeurd van een beest of wat, alles is goed. Kijk, het materiaal is vervangbaar. 3 wapens van oud-verzetstrijder Marinus van der Stoep zijn vanaf vandaag te zien in Museum 4045 Nu in Rotterdam. Het zijn bijzondere wapens. Nou, de eerste 2 niet echt. Het is een FN-pistool van de politie. Een Walter-pistool van een Duitse officier. En een Welrot. En die laatste is wel heel erg bijzonder. Dat is een wapen wat gedropt is door de Engelsen voor het verzet. En het is een pistool met een geluiddemper. En vrij zeldzaam. En een van de laatste acties, dat was 5 april 1945, dus vlak voor de bevrijding. En daar is die neergeschoten bij een overval op de Ausenstelle in Kralingen. De discussie rond de Brexit brengt veel onduidelijkheid met zich mee. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor Gillian. Ze woont al 42 jaar in Herkingen en heeft het zekere voor het onzekere genomen. Ze is Nederlander geworden. Nou, vertel maar, wat heb jij gedaan? Nou, ik ben gisteren Nederlandse geworden. Ja, maar je woont al 42 jaar in Nederland. Klopt. En ineens had je het idee, ik moet Nederlands worden. Waarom? Nou, niet zozeer ineens. Door alle onzekerheid over Brexit. Ja. En dat er eigenlijk niemand weet wat gaat gebeuren met Brexit. En ik had misschien het idee dat ik waarschijnlijk word teruggestuurd naar Engeland. En ja, dat wilde had dat ik gekund? Niet. Nou ja, ik weet het niet. Wie weet het? Het wordt waarschijnlijk een harde Brexit. Dus hoe hard is hard? Ja, zijn er meer Britten in Nederland die dezelfde onzekerheid leven? Nou, dat denk ik wel. Want in de Randstad heb je ongeveer 60.000 Engelse mensen. Maar ja, gisteren was er nog een Engelse vrouw bij de ceremonie. Dus ik neem aan dat zij hetzelfde gevoel had als ik. En ben je dan nu van alle onzekerheid af als het straks een harde Brexit wordt? Jazeker, want ik ben nu burger van Nederland. Dus ja, wat ze ook gaan doen, wat ze ook gaan beslissen, heeft voor mij geen gevolgen meer. Dus ze kunnen hier niet het land meer uitknikkeren? Nee. Nou, wijs ze maar in de nok dan. Is goed, doen we. En een beetje plechtig erbij kijken ook, ja, hè? Ja, zeker weten. Ja, heel goed. Daar hangt hij. Ja, dan moeten we er nou eventjes plechtig bij gaan staan. Doen we. Goedendag. Een noordoostelijke stroming die voert de komende tijd steeds koudere lucht aan en dat betekent dat we even afscheid nemen van de lenteachtige temperaturen. Morgen overdag is het stralend zonnig. Het blijft overal droog. De temperatuur gaat verder naar beneden. Het wordt niet warmer meer dan 12 graden en er waait een schrale noordoostenwind, windkracht 4 of 5. Tot zover Kijk op Rijnmond. Kijk voor meer nieuws op rijnmond.nl of onze app. Hele fijne dag verder.